Een uithangbord als dit zult u binnenkort niet meer zien in wijken waar woningbouwvereniging Nijestee sociale huurwoningen bezit. Nijestee heeft besloten om goedkope huurwoningen niet meer te verkopen aan huurders en ook niet te verkopen zodra de huidige huurder vertrekt. Sinds een aantal jaren was dit het beleid van Nijestee. Maar door de crisis en veranderende marktomstandigheden houden dit type sociale huurwoningen in de nabije toekomst de functie waar ze ooit voor zijn gebouwd. Nou, We verkopen woningen om gemengde wijken te krijgen, om het geld ook om wijkvernieuwing te kunnen doen. En omdat mensen ook goedkope koopwoningen willen kopen. Nou, de economische crisis duurt lang, er zijn veel mensen die behoefte hebben aan goedkope huurwoningen. Dus hebben wij besloten om een aantal goedkope huurwoningen die in de verkoop waren, om die eruit te halen en die weer te gaan verhuren. Ik weet dat er in 1937, of beter gezegd daarvoor, echt strijd over geleverd is in Den Haag. Om deze woningen op deze plaats als sociale woningen te bouwen. Het gaat in eerste instantie om woningen in de binnenstad Oost en de Oosterparkwijk. Om precies te zijn gaat het om huurwoningen tussen de Ooster Singel, de Walstraat, de Turfsingel en de Gymnasiumstraat. En in het Oosterpark gaat het om woningen tussen de Hortensialaan... de Begonia en Dalia Straat en de Oliemuldersweg. Je kunt het wel een beetje zien tegen de achtergrond van landelijk beleid. Uh, uh, we krijgen een nieuwe woningwet aan jullie. De minister wil dat wij ons richten op uh, kerntaak. Nou, kerntaak is goedkope huurwoningen, meer dan duur. En eigenlijk gaan we dus ook een beetje mee. Dat vinden we ook wel een goede zaak. Uh, om ons uh, vooral de goedkope huurwoningen te houden en de duurdere te verkopen. Dat vind ik een hele belangrijke stap. Want ik vind deze woningen die moeten beschermd blijven als sociale woningen. Het zijn voor de onderkant uh, van de sociale huur mensen die een hele kleine beurs hebben. Dan kun je wel zeggen, ja, ze krijgen een huurtoeslag. Maar de huurstoeslag wordt steeds minder. En dan is het heel belangrijk dat er ook voor hun woningen op de markt zijn. Nijerste nee, wil ook in de nabije toekomst geen andere bestaande betaalbare huurwoningen meer gaan verkopen. Bij deze beslissing is ook de participatieraad, dat zijn huurders en de gemeente betrokken.